Vandaag zijn we bijeengekomen om afscheid te nemen van onze directeur van Hospice Kans Flamboyant, Tanja Kogeltoren. Toen Tanja mij 5,5 jaar geleden benaderde met een idee om een hospice op Bonaire op te zetten, was ik in eerste instantie een beetje sceptisch, omdat ik niet wist hoe groot de behoefte was aan een hospice op het eiland. Zoals inmiddels bij vele mensen bekend is, zijn er veel terminale patiënten die niet de faciliteiten thuis hebben om in de laatste fase van hun leven goed verzorgd en begeleid te kunnen worden. Voor die mensen is de hospice opgericht. Gaandeweg heeft Tanja een groep mensen om zich heen vergaard die haar in de 5,5 jaar heeft geholpen om de hospice zoals die nu vandaag de dag erbij staat op te bouwen. Vanaf het begin waren er een aantal kernpersonen die hier achter hebben gestaan, die ik vandaag ook de dag wil bedanken voor hun bijdrage om Tanja te helpen om haar missie om een hospice voor Bonaire op te richten. Dit zijn de bestuursleden Evelien Bittencourt, voormalige voorzitter raad van bestuur, Theo Braken, penningmeester, tevens bestuurslid, en Jodeska Cecilia, bestuurslid. Tevens wil ik ook Giovanni Frans van Fondation Maria Dal, ZVK en VWS bedanken voor hun bijdrage om de hospice in de moeilijke tijden uit de brand te hebben geholpen. Verder wil ik de tientallen vrijwilligers bedanken die de fundering vormen voor de hospice zoals die opgebouwd is. Zonder deze vrijwilligers kon en kan tot de dag van vandaag de hospice Kans Flamboyant niet functioneren. Zonder deze partners zou het moeilijk zijn geweest dit voor elkaar te hebben gekregen. Al deze jaren is er één stabiele factor geweest voor Kans Flamboyant en dat is Tanja. Met haar doorzettingsvermogen en wilskracht om succes te maken van de hospice. Daarbij is één ding zeker, als het niet voor Tanja was, stond er vandaag de dag geen hospice op Bonaire. Tanja heeft de afgelopen 5,5 jaar heel veel slapeloze nachten gehad in haar toewijding aan de hospice, dienstbewoners en in de begeleiding van het overlijdenstraject met de familieleden van de bewoners. Tanja is een duizendpoot die ervoor heeft gezorgd dat wij een locatie hebben, vrijwilligers geworven werden, afspraken werden gemaakt met ZVK en VWS en zorgde voor een luisterend oor voor de bewoners, familieleden van de bewoners en de vrijwilligers. Tanja zal een mooie nalatenschap achterlaten in de wetenschap dat de hospice nu na deze vele jaren stabiel is met 2 goed opgeleide coördinatoren, een grote toegewijde groep vrijwilligers, een sterk bestuur en dit is voor mij het allerbelangrijkste, dat Tanja een bijdrage heeft kunnen leveren aan de Bonaireaanse gemeenschap.